Buenos dias, hier Nicole vanuit Malaga. Ja, ik wil iets met jullie delen wat ik vanochtend heb gelezen. En ik dacht, hey, dat is een mooi inzicht in hoe je nog meer kan uitblinken in jouw talent. Of hoe laatst iemand het ook zei in een doorbraaksessie aanvraagt van ik wil mijn maximale potentie benutten. Het komt er eigenlijk ook gewoon op neer van, hey, jouw talent gewoon zoveel mogelijk laten zien aan andere mensen mee helpen. Dat is ook waar Stijn en ik ook voor staan. Van, weet je, als je het talent ontdekt en daarin gewoon dat vermarkt, ja, dan ga je er gewoon heel veel energie uit halen. Alleen, het gebeurt natuurlijk wel, is dat mensen voelen van, hè, er zit wat meer in me. En hoe kan het nou dat je daarin niet in uitblinkt? Hè? Dat je denkt van, Nou, wat ik gelezen heb is dat wat er vaak gebeurt is dat we ons zoveel zorgen maken. Ja, zorgen. En ja, dit was het boek van Robin Sharma en hij zei ook van, het is zo zonde, want die tijd die we verspillen aan zorgen maken, ja, die benutten we dus niet om ons talent eruit te halen. En hij zei ook van, het is ook een soort of lack of energy. En hij zei, je kan het ook gewoon zien als een soort wiel, hè, wat je opblaast. Alleen, hij is lek, weet je, doordat je je zorgen maakt, of komt er eigenlijk als het ware iedere keer gewoon een naaldje in die jouw band lek maakt. En op een gegeven moment, ja, is die band leeg en denk je van, ja nee, het komt er inderdaad niet uit. Dus wat we moeten doen is gewoon minder zorgen maken. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar het komt er wel op neer. Gewoon, weet je, de tijd dat we verspillen aan zorgen maken, die tijd kunnen we zo beter benutten. Gewoon om ons talent daarin uit te blinken. Dus ik wil dit aan jullie meegeven. Weet je, als je denkt van, shit, wat ben ik nou toch aan het doen? Ik maak me zorgen over iets waar je wellicht helemaal geen grip op hebt. Of je hebt er wel grip op. Ga er dan iets aan doen. Want weet je, het is zo zonde om daar te lang in te blijven hangen. Dus dat wil ik je meegeven. Zorg dat die band blijft opgeblazen. Dat je gewoon vol energie bent. Dat je iedere dag opstaat. Dat je denkt van, ja, dit ga ik doen. Want hier ben ik goed in. Hier ga ik mensen mee helpen. En ja, dat is gewoon, ja, je ziet het. Daar krijg je gewoon energie van. Dus het is heel belangrijk om inderdaad te weten wat je talent is allereerst. En dat je daar gewoon mee aan de slag gaat. Dat geeft gewoon zoveel energie, geeft helderheid. En ja, weet je, natuurlijk maken we allemaal wel zorgen. Maar die bewustwording van zorgen maken, dat gaat er al bijdragen. Ja, dat jij, ja, meer in je potentie, je maximale potentie gaat bereiken. Of nog meer gaat uitblinken in je talent. Nou, ik hoop dat het een waardevolle tip is. Dus zorg dat jouw band blijft opgeblazen. Voorkom dat jij, ja, jouw band lek wordt door al die naaltjes die je tegenkomt. Dus ga ermee aan de slag en maak er een hele mooie dag van. Adios!